De vorige aflevering hebben we gezien dat meneer Vogel van plan is om zijn badkamer en zijn slaapkamer op de begane grond te realiseren. Nu is de aannemer op bezoek en die heeft de eerste tekeningen klaar. Zo, meneer Vogel, ik heb een tekeningetje voor u gemaakt. Zoals we de plannen vorige keer besproken hebben. Ja. Als u zo kijkt, dan is dit de bestaande situatie. En dit bouwen we dan erachter. En hier achter dit grote raam, wat u hier eigenlijk ziet, daar dan de slaapkamer gepland. Met daarnaast een klein badkamertje. En dan voor de entree van de keuken een overkapping met een lichtkoepel erboven, zodat u nog volledig licht houdt in de keuken. De badkamer is qua afmeting voldoende om je gewoon te douchen. Het is te klein voor rolstoelgebruik. U zit nog niet in een rolstoel, maar je kunt dat compenseren door later te kiezen voor een plafondtilsysteem. Door bijvoorbeeld die deur zo te maken dat die tot aan het plafond zit. En dat er dus een, mocht het later noodzakelijk zijn, een plafondrailsysteem aangebracht kan worden. Zodat je dus vanuit de slaapkamer naar de badkamer zou kunnen. Oh ja. En hoeveel vierkante meter wordt dat dan? Ja, dit is iets van 5,5 vierkante meter voor de slaapkamer. Deze slaapkamer voldoet zo net niet aan zijn afmeting. Het is een eenpersoon slaapkamer. Ja. Uitbouwen is eigenlijk lastig omdat je dan niet meer gelijk bent met de buren. Dus je zou deze pui wat naar binnen kunnen zetten. Zodat je dus die oppervlakte haalt van minimaal 6,25 vierkante meter. En hoe moet je daar aan voldoen? Daar moet je aan voldoen, ja. Ah. Anders is de slaapkamer te klein, omdat er ook kastruimte gerekend wordt voor die ruimte. En kan je dat dan ook vergunningsvrij bouwen? Dit kan je vergunningsvrij bouwen, omdat de buren die hebben hier ook uitgebouwd, die 2,5 meter. Dat was ook destijds vergunningsvrij. En dan kunnen wij dit er ook zo vergunningsvrij achter zetten. Ja, ja. Een verbouwing kost natuurlijk het nodige geld. De familie Stoker die gaat in gesprek met de adviseur van de bank om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor financiering. Zo, goedemiddag. Ik heb begrepen van mijn collega dat u plannen heeft om uw woning te gaan verbouwen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Wij zijn van plan om onze achterkamer eentje uit te bouwen. We proberen of we daar 3,5 meter bij aan kunnen zetten om een heerlijke, ja, laat zeggen, een soort woonkeuken idee te krijgen. Wat zou u graag van mij willen weten? Eens kijken hoe het financieel rond kunnen brengen. Kan ik een lening nemen of moet ik een hypotheek bij opnemen? Bij hypotheken dan denk ik toch vaak aan starters of mensen van rond 40. Maar ouderen, 50-plussers en nog ouder, kunnen die een hypotheek aanvragen? Ja, een hypotheek is niet leeftijdsgebonden om te verkrijgen. Waar we voor een hypotheek naar kijken is als eerste het inkomen. Daarnaast kijken we naar de waarde van de woning. En we kijken naar lopende verplichtingen, zoals leningen bijvoorbeeld. Maar het is ook heel belangrijk dat we kijken naar hoe het plaatje eruit ziet op het moment dat een van beiden komt te overlijden. Kan de ander dan nog steeds in het huis blijven wonen? En hoe kunnen we dat zo passend mogelijk inrichten voor de klant? Ja, ik heb, zoals ik zie hier, zo heb ik een salarisstrook van u ontvangen. En dat helpt mij om het inkomen te bepalen, zodat we kunnen kijken wat u kunt lenen. Mm-hmm. Daarnaast heb ik pensioengegevens van u ontvangen. En daarmee kunnen we zien wat de veranderingen zijn in het inkomen. Eveneens heb ik van u de WOZ-waarde van de woning gekregen. En dat helpt mij om te bepalen wat de waarde van de woning is. En die kunnen we dan tegenover de bestaande leningen houden en de leningen zoals die straks in de nieuwe situatie worden. Als je het hebt over hypotheekaanvragen, dan komen er altijd van die termen voorbij van overwaarde, restschuld. Kan je me daar iets over uitleggen? Begin maar eens bij overwaarde. Wat is dat eigenlijk? Overwaarde, dat is het verschil tussen de waarde van je woning en de hoeveelheid leningen die je hebt. Dus stel voor, je woning is 300.000 euro waard en je hebt in totaal nog 100.000 euro aan leningen op je woning staan, dan is je overwaarde 200.000 euro. Nou, die overwaarde die zit in de stenen, die zit in de woning. Die kun je er niet zomaar uithalen. Maar die overwaarde kan je wel een stukje extra zekerheid geven. Namelijk wanneer je in de toekomst bijvoorbeeld je woning wil gaan verkopen, heb je meer zekerheid dat je geen restschuld overhoudt. Okay. En dan is inderdaad mijn volgende vraag, restschuld. Moet je daarmee?
Een restschuld is dus op het moment dat de leningen ten opzichte van de waarde van je woning hoger zijn. Nou, om net het vorige voorbeeld aan te halen. Stel voor je woning is 300.000 euro waard en je hebt in totaal 320.000 euro aan leningen erop staan. Dan heb je een restschuld van 20.000 euro. En in zo'n geval zeggen jullie, ja, dan gaan we niet nog een lening bij aanhangen. Of is dat te kort door de bocht? Dat is eigenlijk een beetje te kort door de bocht inderdaad, want dat hangt er een beetje vanaf. Op het moment dat iemand een verbouwing zou willen gaan doen en het is een grote verbouwing die tot een waardevermeerdering leidt, dan zijn er vaak nog wel mogelijkheden om een stukje extra te financieren. Nou, dan hebben we samen de hypothecaire lening doorgenomen. Het past allemaal binnen het plaatje. U kunt het bedrag lenen. We hebben samen even gekeken wat het in totaal allemaal gaat kosten. En past dat binnen wat u wenst? Dit past wel bij ons, denk ik. Maar is het mogelijk dat we thuis nog een keer na kunnen lezen? Ja, natuurlijk. Ik kan me dat voorstellen dat u dat prettig vindt. Zal ik u het plan per post toesturen, zodat u thuis nog even rustig kan nalezen? Ja, dat is prima. Ja, dat zou wel zo fijn zijn. Bianca, stel je voor, een echtpaar op leeftijd heeft een eigen huis, altijd zuinig geleefd, maar hebben nu even niet meer zoveel om uit te geven. Alles zit in het huis. Wat kunnen jullie daar dan voor doen? Nou, voor mensen die beide 55 jaar of ouder zijn en die een grote overwaarde in de woning hebben zitten, daar kunnen we voor kijken om een inkomenstekort aan te vullen. Normaal gesproken zouden zij de woning moeten verkopen om direct aan dat geld te komen. Ja, precies. Dat is waar mensen bang voor zijn ook. Nee, wij helpen de mensen om op deze manier nog wat langer in de woning te kunnen blijven wonen en dus een inkomenstekort aan te vullen. Normaal gesproken zouden ze nu dus de woning moeten verkopen, maar doordat ze nog een tijdje een inkomensaanvulling krijgen, kunnen ze wat langer in de woning blijven wonen. En uiteindelijk op het moment dat er een bepaalde grens bereikt is, hè, want die lening die loopt in de loop der tijd steeds verder op. Mm-hmm. En als die grens bereikt is, dan pas hoeft de woning verkocht te worden. Dus mensen krijgen uitstel van verkoop van de woning. Voordat jullie weggaan. Ja. Hoe is het gegaan? Mooi. Goed? Mooi? Ja. Mooi. Mooi. En is natuurlijk de hamvraag nu. Gaat het door? Ja. Gaat door. Ja, gaat door. Ja, ja, ja. Mooi. Dus de volgende stap is de architect. Architect. Aannemer. Aannemer. Schop in de grond. Mooi project. Vijven eruit. Vijven eruit en? Bouwen. Dus dan komt het eigenlijk om neer dat ik deze wand moet verplaatsen naar buiten toe. Dan moet ik daar even een nieuwe tekening voor maken. Ja. Heren. Dat is prima. Dag. Dag. Hallo. Ik hoor net die laatste woorden. Er moet een nieuwe tekening gemaakt worden. Was het niet goed, meneer Brok? Nou, we moeten deze tekening, dat is eigenlijk een eerste schets, een eerste opzetje van hoe we het zouden kunnen gaan maken. En we hebben nu besproken hoe we dat kunnen verbeteren. En nu gaan we dus een definitieve tekening maken met de verbeterpunten daarin. En er zullen enkele aanpassingen moeten worden gemaakt. Je zegt moet als zijn meneer een slaapkamer wil van 3 meter, dan mag dat niet? Of? Nee, dat is te klein. Er zijn, hoewel je vergunningsvrij mag bouwen hier, zijn er toch wel voorschriften waar een slaapkamer aan zou moeten voldoen. Hans had het net over een tilsysteem. Zegt het u wat, meneer Vogel? Hij zegt dan niks. Nee, ik weet het niet. Nee, mij ook niet. Meneer Brok? Dat zijn tilsystemen die worden opgehangen aan het plafond. En dat is eigenlijk een soort railbaan. En daar hangt een heel klein kraantje hangt daarachter. En daar kan je iemand mee optillen vanuit de stoel. En die kan je verplaatsen bijvoorbeeld naar het bed. Of naar een badkamer toe van die plafondtilsystemen. Want we hebben allemaal deuren. De adviezen zijn gegeven. Hans heeft zijn deskundig oordeel geveld over deze tekening. Meneer Vogel is tevreden. Meneer Brok, de aannemer, gaat bezig met een nieuwe tekening. En dan kan het beginnen. Het graven, het metselen, het zagen, het schilderen, het schuren, het bijstellen, het meten.